een paar minuutjes, maar het is voor jou. Je mag hem instarten wanneer je klaar bent. Ja. Nou, Max, jij noemt me altijd je avansmama. En deze moeder is super trots. Want jij bent gewoon genomineerd en dat vind ik meer dan terecht. Jij bent echt gewoon een student waarvan ik zou willen dat we die heel veel hadden. Hij is gewoon weg. De verandering die hij wilde zien in de wereld. Zijn inzet voor een positieve impact maakt hem voor ons de keuze voor deze nominatie. Ik ben Max, studeer social work in Breda en ben betrokken bij Team Diversiteit en Inclusie bij Avans. Toen ik hoorde vanuit mijn academie dat ik door hun werd voorgedragen als nominatie HBO-held, toen was ik al onthutst. Ik dacht echt van, wat gebeurt hier? En toen werd het ineens, ja, maar je bent dus nu de nominatie voor Avans. Voor mij is Max de HBO-held van 2024, omdat hij niet zozeer bij ons op school zit om alleen dat diploma te halen, maar ook op school zit om het verschil te kunnen maken. Dat doet hij via het roze netwerk, dat doet hij ook door zich hard te maken voor gender-inclusieve toiletten op school. Max heeft ervoor gezorgd dat het gesprek in ons team werd geopend over inclusie en op een respectvolle manier werd gedaan. En hij heeft het voor elkaar gekregen wat we al jaren probeerden, gender-inclusieve toiletten. Inclusiviteit is voor mij dat we allemaal in een ruimte zijn, maar we ook allemaal iets te zeggen hebben en samen iets te zeggen hebben. Dat zijn geen zaken die even kunnen wachten. Dat zijn gewoon zaken die voor een mensenleven gewoon heel bepalend kunnen zijn. Jouw stem is net zo, die telt net zo zwaar als een ander. Het is eigenlijk altijd smullen met Max in de klas. Altijd vanuit respect, altijd vanuit constructief kritische houding en altijd samen. Max kan dat. Als je bij Max bent, dan voel je helemaal overal rond hem heen dat hij hart heeft voor een ander. En zichzelf ook kwetsbaar durft op te stellen als dat betekent dat acceptatie daardoor bereikt kan worden. Ik ben super trots op jou, Max, want je doet het gewoon hartstikke goed. Ondanks alle soms tegenstanden, weerstanden, vecht je door voor wat jij belangrijk vindt in de wereld. En dat is super inspirerend om mee te gaan. Max, voor mij was je altijd al een held, maar ik ben heel blij dat je nu ook eindelijk echt de credits ervoor krijgt. Ik vind het een hele eer, maar ik vind het ook al, ook al onwerkelijk. Het draait natuurlijk niet alleen om mij, het draait om iedereen die gewoon gehoord en gezien moet worden in deze maatschappij. Hoe meer mensen er betrokken worden bij diversiteit en inclusie, hoe meer mijn hart eigenlijk warm wordt. Want dit is echt mijn vlammetje, dat laat ik door niemand doven. Go Max! En ik hoop echt heel erg, namens ons allemaal, dat jij HBO-held wordt. Ja. Dat is mooi.